Dat is het bekende voorbeeld, is dus neger. Dat is een woord wat je in Amerika absoluut niet meer kunt gebruiken. Ook eigenlijk bij ons ook niet meer. Wij kunnen nu niet een gezellige conversatie over negers opzetten. Dat gaat absoluut niet. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Ik moet nog boodschappen doen straks, dus laten we het tot 4 uur doen. Dat is goed dat je het zegt. Ja, het was een drukke middag. Ja. Kerstboodschappen? Nee, gewoon een levensboodschap. Ja, okay. Een mens moet eten. Hè? Ik zou je echt een keer adviseren, bestel een keer dat karretje. Als je dat 1 keer hebt gedaan en het rijdt voor, dan... Nee, mijn vrouw bestelt aan de lopende band iets met karretjes. Maar nu moet ik een aantal producten die niet met een karretje zijn gekomen, nog even hier om de hoek kopen. Wat is dat dan? Ja, ik weet niet. Dat lag aan een lijstje klaar, maar dat, ik werk alleen van lijstjes. Dus, oh. Nou, laten we dan meteen ter zake komen en het onderwerp aansnijden waar we het vandaag over gaan hebben. Wil ik even dit laten horen. Ja. Beste Maarten, Willem Ledieboer, ik luister naar al je podcast. Ik heb een vraag over de Amerikaanse situatie waarbij er nu een enorme cancelcultuur heerst. Waarbij boeken uit bibliotheken worden gehaald. En zelfs op universiteiten bepaalde woorden verboden zijn. Wat zegt dat over de Amerikaanse cultuur op dit moment? Dankjewel. De cancelcultuur, daar gaan we het vandaag over hebben. Laten we meteen al een heel algemene stelling poneren. De Amerikaanse cultuur is nog weer een stuk hysterischer dan de Nederlandse cultuur. Het gaat hier trouwens om natuurlijk. Cultuur is niet. Er is niet één cultuur, er zijn alle mogelijke culturen. En ook de academische cultuur, daar wordt sterk gestuurd door allerlei politiek correcte overwegingen. En zo heb je, je hebt een politieke cultuur van rechts, je hebt een politieke cultuur van links, en je hebt van allerlei politieke culturen. Maar, en die zijn nogmaals wat koortsiger in Amerika dan bij ons. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de bekende 24/7 sociale media en de andere media. Ook onze cultuur heeft wel wat hysterische trekken gekregen in de loop der tijden, naar mijn idee. Nogmaals, dat heeft dezelfde oorzaken, namelijk het aanhoudende totale 24/7 media bombardement van alle mogelijke soort. Iedereen heeft zijn kansje om zijn lulkoek aan de mensheid te verkopen. En dat geldt ook wel voor de cancel culture. Ik heb er namelijk een stuk over geschreven in het tijdschrift Maarten. Want ik wist dat ik was eigenlijk niet zo verschrikkelijk op de hoogte. Las tot mijn enorme verbazing in de krant dat Macron die wilde een belangrijke toespraak houden vanwege het 200-jarige sterfdatum van Napoleon. Napoleon is overleden op Sint Helena in 1821. Maar hem werd de voet dwars gezet door voorstanders van de cancel culture. Want die beweerden, ja, die Napoleon, dat leek wel wat, maar die moest eigenlijk gecanceld worden. Die Napoleon, die deugde voor geen meter. En dat bleek toen, in dat stuk wat ik las, vooral te hangen op het feit dat hij ooit de slavernij had afgeschaft. Maar vervolgens uit politiek opportune overwegingen op Santo Domingo heette dat toen, dat is het huidige Haiti, weer gereïntroduceerd had. Overigens was Napoleon niet een specifieke voorstander van slavernij. Dat kwam op dat moment, kwam hem dat beter uit vandaar. Maar ik vond het natuurlijk al heel vreemd dat Napoleon op grond van deze overwegingen gecanceld werd. Want dat cancelen betekende eigenlijk gewoon opgeruimd uit de wereldgeschiedenis. Napoleon, sorry, maar daar kunnen we het nou verder niet meer over hebben. Je weet, hij ligt in een schitterende grafkist, hoe moet je dat zeggen? Een sarcofaag ligt hij in de Dom des Invalides. Ik las er niet bij dat dat ook opgedoekt moest worden, of dat hij verwijderd moest worden naar een verwijderde plek in de banlieue van Parijs, of helemaal maar moest verdwijnen. Maar het was natuurlijk, als je er even over nadenkt, een komen krankjoren politiek correct idee, dat we ineens moeten gaan afrekenen met Napoleon. Vooral ook omdat je ten aanzien van Napoleon vrij goed kunt volhouden dat hij natuurlijk een hele emancipatorische werking heeft gehad door, laten we zeggen, de Franse veroveringsoorlogen. Het moderne Nederland in allerlei opzichten hebben we te danken aan de Franse bezetting vanaf 1795. En dat geldt voor allerlei, denk aan de Code Napoleon, er zijn allerlei aspecten aan Napoleons gedrag, niet waar we door
het hele idee om die man nu te gaan cancelen. Dat, ja, ik moet steeds, bij veel moderne culturele verschijnselen, schiet ik altijd eerst in de lach. Hè, dat je denkt, dit is zo stomzinnig, dat je niet begrijpt dat mensen tot zo'n stomzinnig idee zijn geraakt. Want die cancel culture komt er eigenlijk altijd op neer, dat een betrokkenen in de wereldgeschiedenis, we zullen zo een hele reeks van patiënten behandelen, dat die betrokkenen in de wereldgeschiedenis zich niet heeft gedragen in overeenstemming met politieke correcte ideeën die op dit moment heersen. En dan met name in laten we zeggen, een linksig politiek correct klimaat. Denk aan die Amerikaanse universiteiten waar ze ook voortdurend bezig zijn met figuren te cancelen. He, ook hier worden steeds, er zijn steeds voorstellen om mensen te cancelen. Dus ik denk, laat ik maar er eens in verdiepen, hoe zit dat eigenlijk precies? Dus nou, ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat zo'n beetje elke prominente figuur van de afgelopen paar honderd jaar eigenlijk al gecanceld was. Wat tot mijn verbazing was, Abraham Lincoln, die was gecanceld. Je zult zeggen, dat is toch de man van de burgeroorlog en de emancipator van de zwarte Amerikanen. En ja, dat is allemaal wel waar. Maar hij heeft zich niet gedragen volgens de modernste inzichten ten aanzien van de Amerikaanse indianen. Wat ongetwijfeld voorkomen juist is, want die indianen zijn natuurlijk gruwelijk behandeld. He, dat is, ik wil nou niet weer direct het woord genocide in de mond nemen, maar het komt er wel in de buurt. Dus in die zin wat gedroeg Lincoln zich net zoals al zijn tijdgenoten zich hebben gedragen. Dus ja, ook Lincoln bleek gecanceld te zijn. In San Francisco waren scholen, de Abraham Lincoln High School, dat kon niet meer. Die moest nu een andere naam krijgen. Dus van een of andere held van het politiek correcte front was er. Want je hebt natuurlijk ook een heleboel mensen die wel politiek correct zijn en dus niet gecanceld kunnen worden. Misschien kunnen we daar ook lijsten van aanleggen. Dus ik dacht van potverdrie. Want wat bleek? Dat Winston Churchill was ook al gecanceld. Nou was Winston Churchill inderdaad een echte Engelse imperialist. En ik zal hem ook niet beweren dat hij vrij was van racistische smetten. Dat zeker niet. Er stond ook zo'n beeld van Winston Churchill bij het Lagerhuis in Londen. En daar hadden ze al opgeschreven, I'm a racist. En ja. Voor de veiligheid hebben ze toen een soort van houten sarcofaag om het beeld gezet om verdere vernieling en om vertrekking om dat te vermijden. Columbus is ook gecanceld, wat op zichzelf wel heel interessant is, want daarmee is eigenlijk de hele ontwikkeling van Noord- en Zuid-Amerika in de afgelopen 500 jaar natuurlijk ook gecanceld. Hoe we dat nou goed gaan maken, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Er moeten een heleboel mensen daar weggehaald worden en wordt het dan allemaal weer teruggegeven aan de indianen en nou ja, wat je er maar van bakken wil. Want in feite bleek dus eigenlijk, nou, je kon het zo gek niet verzinnen of de betrokkenen was al gecanceld door de cancel culture. Nou ja, wat is er mis met de cancel culture? Iedereen voelt dat wel aan zijn, althans iedereen kennelijk dus niet. Je hebt mensen, want ook in onze krant, dan moet het direct worden, het is belachelijk dat er nog een beeld staat van Piet, Jan of Klaas. Moet onmiddellijk verdwijnen, want dat is helemaal verkeerd. Het is een volstrekte miskenning van het historische proces. Van het feit dat ze bijvoorbeeld 100 jaar geleden over allerlei dingen heel anders dachten dan wij erover denken. Wat ze niet noodzakelijkerwijs tot verschrikkelijke slechte mensen maakt. Nee, ze hadden andere opvattingen. Dus je moet mensen in hun tijd zien en in hun historische waarde laten. Als je nu mensen allemaal gaat cancelen nu, stel voor ik zeg, die Tom die gaat cancelen, dat is nou echt, het is nu echt te veel geworden. Hij heeft zo'n cameraatje, dat is ook al, dat mag ook helemaal niet, heeft helemaal geen vergunning voor zo'n cameraatje, enzovoort. En dat betekent dat we ook niet meer een discussie kunnen aangaan. Jij kunt niet zeggen, nou ja, wind je niet op of weet ik het wat. Nee, ben je gecanceld dan, ben je uit, weg. Dood. Gedelete. Je bent dood. Gedelete. Delete, dat zal iedereen begrijpen. Je drukt op een knop en het is klaar. Dat overigens heb ik altijd begrepen. Je kunt al van alles deleten. En dan kun je de harde schijf, die kun je het Amsterdam Rijnkanaal gooien. En haal je hem er 15 jaar later uit. En dan zijn er bedrijven die informatie nog heel aardig
van Jaap van een harde schijf kunnen halen, heb ik begrepen. Ja. Dus, met andere woorden, dat cancelen heeft niet zoveel zin. Nou ja, cancelen is een lachwekkend proces van mensen die niets van de geschiedenis begrijpen en ook van mensen die in feite niet in staat zijn of niet bereid zijn om een debat te voeren. Die zeggen, ja, maar jij zegt dit en ik zeg dat en het zit zus en het is zo. Nee, je hebt bij voorbeeld al besloten, delete, weg, klaar, uit, dood. Hè? Dat is een heel raar principe natuurlijk om zo om te gaan met de geschiedenis. Want toen dacht ik natuurlijk, dit is inderdaad een verschijnsel wat uit Amerika komt. Er is ook wel geprotesteerd in Amerika door allerlei mensen tegen die cancel culture en voorkomen terecht. Maar ik denk, de Nederlandse geschiedenis is nog een heerlijk onderwerp om te gaan cancelen. Laten we eens even kijken, die Willem van Oranje. Een enorme overspelige man en altijd maar feesten en zo. Ja, dat zogenaamde Willem de Zwijger, Homa. Altijd achter de dames aan. Het was iemand die echt meteen gecanceld moet worden. De hele Nederlandse Republiek, Oldenbarneveld. Echt, als je daar even over nadenkt, blijft er eigenlijk vrijwel niemand over die niet gecanceld is. Die niet toen al een slachtoffer van de wereldgeschiedenis was. Laat staan, ik bedoel, ik zou meteen, als ik het erover te vertellen had, zou ik mezelf meteen cancelen. Weg daarmee. Je hebt het nu over geschiedenisfiguren, maar er worden ook huidige types worden ook gecanceld. Zeker, zeker. Dat is ook heel bezwaarlijk, want zodra je gecanceld hebt, is er geen debat meer. Er is niet meer een uitwisseling van opinies, omdat je, niet waar, met totale zekerheid heb je iemand in feite publicitair gesproken, mediatechnisch gesproken, om zeep geholpen. Maar je hebt het toch meegemaakt. Want hij mag dus geen stukken meer schrijven en hij mag niet meer over de televisie komen. Ik las laatst nog op Twitter dat ik gecanceld moest worden. Ja. Ik denk, gewoon een leuk ideetje. Ja, je weet altijd van wie het afkomstig is, namelijk van de afdeling van de gekke brigade die daar natuurlijk enorm actief is, zoals je weet. Maar je hebt het rond dat vaccinatiegebeuren ook meegemaakt. Ja, zeker. Ook een soort canceling, ja, want tientallen mensen hadden brieven geschreven naar KRO en CRV dat ik niet langer als jurylid bij de slimste mens mocht zitten. Omdat ik, dat ik echt gecanceld moest worden. Dat ik zo'n door en door slecht mens was. Dat kan zo niet. Dat kan zo niet. Dat was helemaal niet waar. Maar je weet hoe het bij de Twitteraars is. Ook als ze er niets van af weten, hebben ze geharnaste opvattingen. Ze denken dat ze hebben gelezen. Ze hebben nooit wat gelezen. Want ik denk dat een niet onaanzienlijk deel, ook gezien de spelfouten, op de rand van analfabetisme hangt. Maar het is eigenlijk een hele trieste vertoning. Ja, ik dacht laatst nog, een tal van Twitteraars kunnen primair niet denken, secundair niet lezen en dan ook nog tertiair ook niet luisteren. Daar kunnen ze ook niet. Ze hebben namelijk al een cancelraamwerk in hun hoofd zitten. Ze weten, ben je niet voor Forum voor Democratie, dan deug je sowieso niet. Dan moet je, dat is verschrikkelijk gewoon. Maar goed, je weet waarvan het komt en je moet je daar natuurlijk in principe, maar goed, ja. Ik moest ook gecanceld worden. Ik was eigenlijk wel, ik vond wel fijn dat ik ook samen met Abraham Lincoln, Napoleon en Willem Drees, onze naoorlogse heilige, politieke heilige, maar meteen gecanceld worden. Natuurlijk ook met die politionele acties in de jaren 40. En terwijl hij eigenlijk wel wist dat het niet deugde, dat hij het toch gedaan heeft. En politieke achtergronden, dus Drees meteen cancelen. Ik denk eigenlijk dat je in Nederland vrijwel iedereen kunt cancelen na de Tweede Wereldoorlog, behalve Juliana. Dus ik wou voorstellen dat Juliana als enige overblijft en dat we overal standbeelden gaan oprichten voor Juliana. Waarom hoeft zij niet gecanceld te worden? En dat doen we dat met Prins Bernhard. Het is een heel groot standbeeld van Juliana. En Prins Bernhard, dat is zo'n 3 centimeter hoog poppetje ernaast. Ja, je hebt het hier zo, Bernhard, hè? Nee, ik heb het niet zo, Bernhard. Nee, die moet ook gecanceld worden. Terwijl het gekke is, zodra ze eigenlijk zeggen van, die of die zou gecanceld moeten worden, denk ik altijd, ik vind het een sympathiek, leuk type eigenlijk. Misschien kunnen we dat maar beter niet doen. Maar wat heb je tegen Bernhard even tussendoor? Een oplichter en een kletsmajor was natuurlijk. Ja, wel heel populair. Ja,
Ik ben natuurlijk opgegroeid met de Bernhard-mythe. Namelijk dat het een unieke figuur was, dat we de Tweede Wereldoorlog zeker zouden hebben verloren als hij aan de Duitse kant was blijven staan. Maar godzijdank had hij zich bij de geallieerden gevoegd. En dan had je na de oorlog dat sprookje, want Bernhard vloog voortdurend de wereld rond in een vliegtuig, dat heette ook PB Hupsakee, zal ik nou maar even zeggen. En dan stimuleerde hij de Nederlandse export. Nou, ik kan je maar zeggen, wij hadden nog geen klomp geëxporteerd zonder de ongelooflijke inzet van prins Bernhard. Ja, nou ja, en dan ondertussen natuurlijk. Ja. Wat mij irriteerde is dat hij een soort heilige status kreeg. Dat irriteerde mij enorm. Kijk, Juliana Allee, die wil ik wel heilig verklaren. Dat is geen probleem. Het interessante is overigens dat je hebt in Amsterdam, had je, om even aan te sluiten bij het verdere verhaal over de cancel culture, heb ik ook beschreven in dat stukje. Je had in Amsterdam het Van Heuts monument. Van Heuts is degene die de Atjeh-oorlog heeft gevoerd. Inderdaad, een schandelijke moordpartij en dat hadden we beter niet kunnen doen enzovoort enzovoort. Maar je begrijpt, Van Heuts was aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, een nationale held. Net als Jan Pieterszoon Koen, andere koloniale moordenaar uit de Nederlandse geschiedenis. Lui die inderdaad vanuit het huidige perspectief absoluut niet deugde, maar die toen ook dachten dat ze iets nuttigs en belangrijks deden. Alleen, ja, het waren andere tijden en achteraf zeggen we dat had beter niet kunnen gebeuren. Ongetwijfeld had het beter niet kunnen gebeuren. Dus er was in Amsterdam een Van Heuts monument. En al in de jaren 60 werd dat voortdurend gevandaliseerd. Dus toen hebben ze besloten, ja, dat Van Heuts monument, dat moet een andere naam krijgen. En dat is tenslotte een monument geworden voor ons, voor de koloniale relatie tussen Indië, Indonesië en Nederland. Maar vanuit een, ja, daar zat ook een schuldigheid zat daar ook in. En er zat een mooie tekst was daarbij gedaan enzovoort enzovoort. En dat is ook weer opnieuw geopend ergens in 2012 of zo. Is dat nieuwe Nederland-Indonesië monument geopend met de beste bedoelingen. Men heeft zich dus iets aangetrokken van de mensen die er tegen geprotesteerd hadden. En toen waren er laatst weer demonstraties vanwege de Black Lives Matter. De beweging. En toen was het dus het voormalige Van Heuts monument, wat dus opnieuw was onthuld met de beste bedoelingen, helemaal beklad met dat we nog steeds racisten zijn en dat het allemaal niet deugt. En toen dacht ik, is het nou echt niet komisch? Dat eigenlijk, dat de protesterenden, die misten eigenlijk het oude Van Heuts monument. Dus die fietsen natuurlijk door Amsterdam en Jezus. Wat zullen we nou eens bekladden? Want ja, dat Van Heuts monument is tegenwoordig ex-Van Heuts monument. Dat staat daar met de beste bedoelingen. Dus mijn voorstel was eigenlijk om het hele Van Heuts monument weer terug te halen. Want dan kun je daar voortdurend je rituele demonstraties houden. Want natuurlijk, demonstraties hebben vaak een ritueel karakter. Je hoort dat te doen. Je hoort regelmatig te demonstreren. Ik heb bijvoorbeeld nooit gedemonstreerd in mijn leven, omdat het altijd demonstraties waren waarbij je denkt, het heeft geen enkel effect. Dat was in de jaren 60 werd er voortdurend gedemonstreerd tegen het schandelijke optreden van, weet ik veel, de Argentijnse overheid of zo. Ja, ik weet niet of er iemand in Argentinië toen zei, heb je dat gehoord? Maar Utrecht is, wat zeg je, Utrecht? Utrecht, wat is dat? Nou, dat is een provincieplaats in Nederland, enzovoort, enzovoort. Wij moeten ermee ophouden. Als Utrechtse studenten er tegen zijn, dan moeten we er absoluut mee ophouden. Dick's autoverhuur komt hier voorbij. En die stopt bij jou voor de deur. Is dat karretje nog steeds van jouw verbouwing, wat daar staat? Nee. Mijn verbouwing is in principe klaar. Okay. Moet er nog een paar kleinigheden verricht worden, maar dan is het in principe helemaal klaar. Ja. Ja, je vraagt je wel eens af of dat soort van dingen ooit helemaal klaar worden, maar dan is het toch wel helemaal klaar. Ja, dus ik dacht van terug met het Van Heuts monument, want dan is er in ieder geval een plek waar je je woede kunt uiten. Kijk, dan moeten overal moeten plekken georganiseerd worden waar je op politiek correcte wijze je woede kunt uiten. De materialen van die monumenten dienen ook zodanig te zijn dat ze gemakkelijk weer schoongespoten kunnen worden. Want dan staan ze weer klaar om de nieuwe demonstratie, te ondergaan.
Zodat je, dat je altijd weet waar je moet zijn als je, je machteloze woede, want het feit is, gaat natuurlijk meestal om machteloze woede, wilt uiten. Maar dan ga je toch niet naar een monument daarvoor? Tuurlijk, want het monument heeft een enorme symbolische waarde. Valt het je niet op hoe vaak monumenten beklad worden, standbeelden beklad worden? Ja, dat is zeker, maar je gaat het niet... In Amerika hebben ze alle standbeelden van Lee en Columbus omgetrokken. Ja, ook uit een soort ongerichte woede, want je kunt beter je energie beter gebruiken dan dat soort van dingen te doen. Ja. Het is misschien wel begrijpelijk, maar omdat het begrijpelijk is, en nogmaals, je ziet hoe empathisch ik sta tegenover de demonstranten, mits ik zelf niet hoef, dat spreekt vanzelf. Ik zie het wel op televisie. Zorg dat er plekken zijn waar ze kunnen demonstreren. Haal die beelden ook niet weg, zoals op veel plekken in Amerika gebeurd is. Want als je ze weghaalt, heb je dus geen plaats meer waar je die woede op, laten we zeggen, kunt vertalen in publiek optreden. Oké, maar je vindt dus dat alle standbeelden er moeten blijven staan, ook als het sentiment van de huidige generatie verandert. Ja, zeker. Alles moet blijven staan. Het is wel, ik sta wel toe dat er een bordje opgehangen wordt van een geachte bezoeker van, wat is het, Oren. Dat doen ze al op sommige dit plekken. Dit is een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. En tegenwoordig zijn we van mening dat Jan Pieterszoon Coen geen nationale held was, maar iemand die wel heel vreselijk heeft huisgehouden in de toenmalige gordel van Smaragd. Dus dat u dat weet, maar we laten hem toch vandaan. En als u hier om de hoek is een winkel, waar kunt u rotte eieren kopen? En dan kunt u eventueel kunt u dan een paar rotte eieren naar Jan Pieterszoon Coen gooien. Ja, oké. Okay. Het beeld is nu geplastificeerd, dus het kan ook geen kwaad meer. Iedereen die dat wil, kan een rot ei naar Jan Pieterszoon Coen gooien. Ja, dan is het natuurlijk wel zo dat het proces, hè, wat bepaalt of je een standbeeld krijgt, dat zal nu anders zijn dan 100 jaar geleden. Nou, je zult zien dat ook mensen die nu een standbeeld krijgen, dat we daar over 100 jaar, want zo moet je het bekijken, dat we ook denken, ja, er staat daar wel een standbeeld van. Nou, Pim Fortuyn. Ja, een standbeeld van Pim Fortuyn. Nee, een standbeeld. Ja, ja, ik denk ook dat we daar over 100 jaar heel anders over na zullen denken dan nu. Ja? Waarom? Ja, het was nu al licht lachwekkend natuurlijk, wat je weet. Er was een standbeeld, maar dat was eigenlijk niet welkom. En toen is er een of andere ondernemer op zijn terrein gezet. En nog komischer was natuurlijk dat standbeeld van Pim Fortuyn werd vervoerd in een aanhangwagentje achter een auto. Ja, dat verhaal, dat ken ik. En toen zijn ze met dat standbeeld rechtopstaand onder een brug doorgereden, ik meen in Rotterdam, waardoor hij onthoofd is. Ja. Ja, en dan heb je toch moeite om niet te concluderen dat op een of andere manier ergens in het universum een sturende intelligentie is die dit wel een lollig en ironisch momentje vond om te laten plaatsvinden. Ja. O, is vrij suf dat ze niet op de hoogte hadden gelet van dat. Ja, dus Pim is daar onthoofd. Hoe is het nou eigenlijk met, wie bepaalt eigenlijk of je een standbeeld krijgt? Kijk, hier was het evident, maar is dat de gemeenteraad? Ja, dat zijn altijd actiegroepen die, hè, je weet dat Pim Fortuyn natuurlijk door velen werd gezien als een incarnatie van de Heer Jezus. Nog steeds? Die teruggekeerd was op aarde. Het wordt wel wat minder, is mijn indruk. Maar goed, ik heb laatst naar het schijnt weer beledigd. En dan kan je meteen allemaal weer schande en zo. Nou ja, die van Rossum moet onmiddellijk gecanceld worden. Nou ja, Pim Fortuyn. Pim is in zijn tijd ook gecanceld, hè? In het Lagerhuis. Ja, met die ruzie met Marcel van Dam. Ja. Wow, Pim was ongekend populair. Ik wilde maar wijzen dat hij 26 kamerzetels, na zijn dood 26 kamerzetels had verworven. Ja. Dat Pim een totaal overschatte figuur is in allerlei opzichten. Ja, het creatuur van een hysterische aanval van de media, dat is nou weer wat anders. Nee, maar heel veel mensen zagen in hem een soort verlosser. Ja. Iemand die eindelijk ons al onze problemen zou oplossen. Ja, maar Van Dam was daar wel ook niet. Die ging ook wel te ver, hè, in dat Lagerhuis. Nou, Van Dam kon natuurlijk heel scherp zijn, maar dat kon Pim Fortuyn ook. Ja, maar zijn een onwaardig mens zijn. Nee, die klachten. Ja, maar wat heeft Pim Fortuyn niet over zijn tegenstanders gezegd? Daar ben ik nou niet. Ik bedoel, je moet kunnen incasseren als je dit soort van. Nou, hij zegt, ga toch koken. Hij zelf was er volgens mij tenslotte, zeker naarmate de zaken vorderden en het steeds wilder werd, vrij goed bewust van het feit dat hij natuurlijk iets in gang had gezet. Ja.
wat hij niet zou kunnen voltooien en wat natuurlijk nooit zou worden voor wat dan. En niet dat gedoe van ik word de komende minister-president, daar was geen sprake van. Peilingen die wezen ook helemaal niet in die richting. Nee. En tenslotte is natuurlijk het CDA de grote profiteur geweest van deze verschijnsel. Ja. Luister even een paar podcasts terug, want we hebben het hier al eens over gehad, over dit onderwerp. Een ander voorbeeld, Peter R. de Vries. Daar wordt nu over gesproken om hem een eigen straat te geven in Amsterdam. Ja, van mij mag het hoor. Ik zit er helemaal niet mee. Als daar een brede steun voor is. Ja, je weet dat met die nieuwbouwbuurten zit je altijd met het probleem. God almachtig, hoe moeten we die straten noemen? Nou, ik denk niet dat ze en daar hebben ze in Amerika een heel fijn systeem voor. Dat is gewoon 42e straat, 43e straat, 44e straat. First Avenue, Second Avenue, Third Avenue, Fifth Avenue, nou ja, enzovoort. Hartstikke handig. Gewoon heel makkelijk om je te oriënteren in de praktijk. Maar wij willen dat niet, dus wij winnen dan ja, de Prins Bernhard School en de Prinses Beatrix Laan. En nou ja, maar dat soort godzijdank hebben we wat dat betreft het Koninklijk Huis. Dat je nog al die prinsesjes krijgen ook van schooltje naar ze genoemd en zo. Nou ja, neem Maxima, de helft van de Nederlandse parken zal naar Maxima genoemd. Zou je maar overkomen natuurlijk. En dus ja, dat is... Dus van Peter R. de Vrieslaan, ik prima, de luxe, zolang ik verder niet hoef te komen om het bordje te onthullen, vind ik het allemaal prima. Maar daar kan natuurlijk ook over een tijdje zoiets zijn van, ja, verdient die man ja, wel? Ja, dat kan heel goed, dat ze dan altijd denken, ja, maar, en wordt er een biografie geschreven en blijkt dat hij wel eens een krentenbol gestolen heeft en dan, nou ja, dan moet het weer anders. In Hilversum is een het hele mediapark, daar zijn alle paden en lanen genoemd. De Mies Bouwman lanen. Ja, precies, de Mies Bouwman lanen enzovoort enzovoort. Baren en Van Dorp, volgens mij ook een eigen rotonde. Ja. Zit jij er ook wel tussen? Nee, ik zit er niet tussen en ik heb ook de indruk dat niet gaat gebeuren. Maarten Verossum steegje. Ja, zoiets. Een steegje zou wel bij je passen, toch? Ja. Nee, mijn opa die heeft nog het professor dokter A. van Rossumpad naar zich vernoemd. Een pad? Oké. Een pad. Ook mooi. In Delft. Ja. Namelijk het pad wat leidt naar het gebouw van de Delftse tennisclub. Oh. Want daar was mijn opa de oprichter van. Ja, moet je voorstellen. Ik had een hele sportieve opa. Die genen zijn al heel snel in onze familie volledig zoek geraakt. Hè? Moet er niet aan denken om te moeten tennissen. Vreselijke sport. Hoewel het soms leuk is om te zien. Dus er is een professor, dokter A. van Rossumpad in Delft. Maar bij jou heb je steeds de verwarring met die veldstrijder, hè? Die veldheer. Die ook ja, prima, vind ik ook. Nou ja, ik heb daar wel, daar heb ik ook vaak wel iets over gezegd natuurlijk. Ouders doen er verstandig aan om hun kind niet een historische naam te geven. Dus daarvoor de familie van Rijn doet er verstandig aan om niet zijn eerstgeboren als het een jongetje is Rembrandt te noemen. Dat is niet handig. Want dat jongetje blijkt dan totaal niet te kunnen tekenen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Hè? Die vaandeldrager hebben we al gedaan, toch? Ja, gratis tip. Ja. Nu hebben we het gehad over Kens. Of je heet de Ruiter, noem je zoon dus niet Michiel. Nee. Je heet Van Rossum, noem je zoon niet Maarten. Gelukkig, ik heb er op de lagere school nog vrij veel last van gehad. Altijd als dat dan aan de orde kwam en die Maarten Van Rossum, die veld hier. Van Hertog van Gelre, die heeft Den Haag geplunderd. Dus dat werd dan altijd even zien. We hebben hier ook een Maarten van Rossum. Ja, wat was ik een heel klein, bleek, verlegen ventje. Met zo'n iets te lange, korte broek. Hè? En dan werd je dus eigenlijk min of meer gelijk geschakeld. Zo van, alsof jij zelf ook verantwoordelijk was voor het plunderen van Den Haag. Ja. Dus dat moeten ze niet doen. Wat vind je van het cancelen? Dat werd ook door de vragensteller genoemd, het cancelen van woorden. We hebben het nu vooral over personen gehad. Ja, daar heb je ook zo wat. Nou ja, dat is heel suf. Want daar zie je eigenlijk altijd dat je kunt wel een woord cancelen. En dan wordt er dus een nieuw politiek correct woord, wordt er voortaan gebruikt. Dan zul je altijd zien dat als de toestand die in feite de cancel-emotie heeft gegenereerd niet wezenlijk verandert, dan zie je altijd dat de nieuwe term tenslotte ook verdacht wordt. He, dat is het bekende voorbeeld, is dus neger. Dat is een woord wat je in Amerika absoluut niet meer kunt gebruiken. Ook eigenlijk bij ons ook niet meer. He, wij kunnen nu niet een gezellige conversatie over negers opzetten. Dat gaat absoluut niet. Dus dat is in Amerika is dat zwarte Amerikaan geworden.
Zwarte jongens onder elkaar hebben, zeggen als men tegen elkaar, hé nigger dit en hé nigger dat, dus dan is het weer, dat is een heel ingewikkeld proces waarbij het weer een geuzennaam geworden is. Ja, maar dat snap je op zich wel, toch? Dat wat verboden is, is een geuzennaam geworden. Ja, maar als je het onderling doet, snap ik het wel, want dan is het meer iets van... ja, precies, dat is natuurlijk een heel leuk spel om dat te doen. Dus toen met het zwarte Amerikaan. Maar ja, dan al heel enig, na enige tijd werd dat ook, ja, Black American. Dat klonk ook niet goed. En nu, toen werd het African American. En je zult zien dat dat ook op een goed moment weer uit de tijd raakt. En dan krijgen we weer een nieuwe term. Dus zolang de toestand bestaat die in feite het onmogelijk heeft gemaakt om het woord neger, het woord zwarte Amerikaan enzovoort te gebruiken, zal de nieuwe term, de politiek correcte term, altijd opnieuw verdacht raken. Ja. Dus je blijft eigenlijk aan de gang. Je moet steeds nieuwe termen verzinnen. Hè? Ja. Blank is ook niet goed, hè? Dus nee, je moet nu wit zeggen. Wit, inderdaad. Want... ja, dat is. Kijk, zowel blank als wit zijn nogal. Persoonlijk ben ik een voorstander van de term de varkenskleur. Hè? Want wij lijken qua kleur natuurlijk sprekend op varkens. Hè? Het is een beetje een. Je kunt niet zeggen dat we wit zijn, ja. Want als ik zou zijn ingestapt terwijl ik hartstikke wit was, zo wit als dit dopje, dan zou jij gedacht hebben, want zeg, hij heeft iets. Hè. Je had ook gezegd van, nou, je ziet wel erg blitjes, hè. Zou je het wel doen? Ja, blank eigenlijk, in een biet, als we echt blank zouden zijn, nou ja, dan zou je familie verduurd opbellen of je nog niet dood was waarschijnlijk. Nee, blank, ja. Dit is de kleur van gele vanillevla, zeg maar, hè? Dat is blank. Daar staat volgens mij ook op de verpakking blanke vanillevla. Oh ja? Nee, je hebt witte vanillevla toch ook? Dat zou kunnen, maar... meestal is het gele vla. Het is soms geel, maar soms is het ook witte vla. Er was toch ooit een man die had zijn hele de laatste 15 jaar alleen maar vla gegeten. Ja. En het gekke was dat hij leefde nog, maar hij was zo zwak dat hij moest uit zijn verdieping getakeld worden in Den Haag. Ja, dat vond ik zo'n interessant verhaal. Maar die kleur is toch geel of lichtgeel? Het is nooit echt helemaal wit. Ja, maar ja, goed, wit en blank, dat zijn natuurlijk ook belachelijke termen. Ja. Net zo goed als natuurlijk heel veel zwarte mensen helemaal niet zwart zijn, maar allerlei mogelijke tussentinten vertonen. Precies. Ja, dat varieert van heel licht getint tot... ja. Tot zo duister dat je ze in het donker niet ziet. Nee, maar in blank zit nog iets wat je plaatst boven andere medemens. Dat is een beetje wat de criticasters zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin. De kleur op zichzelf zegt niks. Nee. Het mooiste is natuurlijk als we allemaal vermengen, zodat we tenslotte een soort van... Je hebt in Californië viel me dat altijd op. Daar heb je mensen die waarschijnlijk een tikkeltje blank erfenis hebben, geen erfenis hebben. Een tikkeltje zwart en een tikkeltje Latino, waardoor je een soort gouden glans krijgt. Dat je denkt van kijk, dit is het, dit kunnen we tot stand. Misschien ook nog een klein beetje Aziatisch, een beetje gelig, een beetje Chinees zal ik maar zeggen. Daar dacht ik altijd van, ja, een prachtkleur. Hè? Ja. Dus laten we het allemaal, iedereen met iedereen doen, wereldwijd, dan krijgen we misschien uiteindelijk een hele lekkere mix. Waar iedereen zich bij kan thuis voelen, ja. Hey, en de cancelen van boeken, Mein Kampf, is dat gecanceld? Nou, nee, dat is volgens mij niet gecanceld in Nederland. Wij zijn het enige land ter wereld waar Mein Kampf verboden is. En in dat tijd is... dat is ook een soort van cancelen, toch? Ja, hoe heet het? Plasterk, toen hij minister van Onderwijs was, heeft hij voorgesteld dat wij daar nou toch eens een eind aan moesten maken. Dat het een beetje flauwekul was. Dat Mein Kampf verboden was in Nederland. Wat natuurlijk ook pure flauwekul eerste klas is. Maar daar was toen ook weer een enorme veel kritiek op. En tenslotte is het toch niet. Maar je kunt er wel het antiquariaat kunt gewoon krijgen. Ja. Ik heb ook een prima exemplaar. Want je werd natuurlijk, dat heb ik nog van mijn schoonmoeder. Waarbij als je in het huwelijk trad... na het begin van de Duitse bezetting kreeg je net als in Duitsland, kreeg je een exemplaar van Mein Kampf cadeau. En de Nederlandse vertaling loopt als een trein, daar is niks mis mee. Ik kan het bovendien iedereen aanbevelen, want dan heb je een beetje een idee waar dit soort van ideeën vandaan komen. Ja, maar is het nou verboden of niet, nu? Ja, in Nederland is het verboden, ja zeker. Maar wat is de gedachte daar dan achter, dat er hatelijke teksten in staan en noem maar op? Ja, 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 dat het kwetsend kan zijn. Ja, maar dan kun je ook over de Koran zeggen, ja, of over de Bijbel. Is, ja, zeker, daarom. Dat is ook vaak gezegd, van als je dan aan Mein Kampf verbiedt, dan zijn er nog wel een paar dingetjes die voor verbieden in aanmerking komen. Ja. Rode boekje van Mao Zedong. Oh ja. Ja. Lenin wat te doen en ja, god, je kunt hele lijsten samen voordat je, want dat is natuurlijk wat,
wat kanselaars het mooiste vinden, ja, lijsten wat niet meer kan, fietsen die een verkeerde kleur hebben. Nou ja, je kunt je er alles bij voorstellen. Het is natuurlijk een hele primitieve emotie. Dat is dingen die je niet bevallen, die ga je verbieden. Hè? Ja, er zijn allerlei dingen die de mensen niet bevallen. Ja. De mens is een heel complex wezen met hele complexe samenlevingen. Hele complexe ideeën. Ja. Maar Mein Kampf lezen is dus in ieder geval goed om te weten wat dus voor... Dus vind ik bijvoorbeeld Forum voor Democratie en Gezelschap van alle vragen. Ja, dat vind ik. Vind ik dat het gecanceld moet worden. Dat is een volkomen zinloze operatie. Ja. Dat hoeft voor mij niet. Ze cancelen zichzelf wel. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, dan houden we daarbij voor dit moment. We gaan na de kerst weer door. Ja, want die is natuurlijk al zaterdag en zondag. Ja. Schande en zo.